Balletje, balletje. Eén pakje sigaretten als je weet waar het balletje zit. Wie zit er als eerste in? Ik. Ik. Jij? Ja. Okay. Is het balletje? Ja. Je bent. Oké. Komt ie. Zo. Deze. Eerst één pakje sigaretten, hè? Hey. Oh, wacht. Zie je wel. Eén pakje sigaretten voor de winnaar. Ja? Ja. Kiet of dubbel? Oké. Oké. Let op. Deze. Nee. Jammer. Eén pakje sigaretten voor mij. Oké. Okay. Balletje, wie zit erin? Nee, ik niet. Niet doen, Peert. Het is een truc. Nee, ik heb een systeem. Er zit helemaal geen systeem in. Ja, maar bij mij wel. Nee. Hey, één pakje sigaretten als je weet waar het balletje onder zit. Je hebt helemaal niet opgelet. Hey, doe nou. Ik begin nu. Iet wiet waait is eerlijk weg. Iet wiet waait is eerlijk weg. Deze. Ja. Ik heb gewonnen. Ik heb het geleerd. Van mijn schoonzuster in Almerehaven. Oh, die had altijd kaart. Maar die schoof altijd de bordjes zo door elkaar dat je niet kon zien waar het grootste stuk lag. Maar ik wel, want ik deed altijd iet wiet waait weg. Maar zo kom je toch altijd bij hetzelfde stukje uit? Nee, niet dat je altijd ergens anders begint. Hoe weet je dan waar je er moet beginnen? Maar het stukje chocola op weg, dat werkt altijd. Au, kiet of dubbel? Ik wil mijn hand terug. Hé jongens, wegwezen. De rondbak komt eraan. Kom op, Peer, wegwezen. Nee, doe eerst niet op dubbel. Wat is er aan de hand? De Noorman komt eraan. Is dat mijn vader? Nee, dat is iemand die niet wil dat je gokt zonder zijn toestemming. Hop. Ik heb hem al. Hey, Lapwerk, we zijn er nou bang voor. Ik bepaal wat hier gebeurt, zeg maar. Zo, goed. Dit is de eerste keer. Je bent hier nieuw, dus je krijgt één waarschuwing. Er wordt niet gegokt zonder mijn toestemming en ik krijg een aandeel in de winst. Hoeveel? Hoeveel heb je verdiend? 3 pakjes sigaretten. Dan krijg ik 50%, dat is 37,5 sigaret. Oké, krijg je. Ik bedoel, ik wil geen moeilijkheden. Nee, maar vandaag krijg ik alles omdat het de eerste keer is. Dan vind ik het morgen wel weer terug. Morgen krijg ik ook alles als boete voor vandaag. En overmorgen? Dan is het zaterdag. Oh ja, en zaterdag krijg je natuurlijk ook alles. Dat heb jij goed begrepen. Thank you. Zo, zeg, dat is een naam. Een leuk spelletje. Mm-hmm. Ik zou wel eens willen weten hoe dat gaat. Dat kan, ik kan het je laten zien, maar hoeveel zit je dan in? Ik zet niks in, ik wil de truc weten. Zeg op. Alleen als je schuift. Ah, handig, hè? 75 sigaretten, zeker? Nee, 70. Ach, wat aardig. Dan hou ik er nog 5 over. En dat is nou juist de BTW. Hé, hey, Kruikas, ben jij aan het schoonmaken? Kunnen we ergens zitten? En wie is dat? Dat is Oscar. Hallo. Jullie worden hele goede vrienden. Nou, kies mijn vrienden liever zelf. Deze heb ik voor je gekozen. Oh, dan vind ik hem aardig. Fijn. Doe het nog even onder mijn bed. Ja. Ga zitten, zeg. Wat wil je drinken? Wat heb je? Wat hebben we in huis, Kruikas? Wijn, bier, advocaat. Heb je geen fris? Ja, cola. Maar die is wel voor mij. Ja, lekker cola. Doe maar. Oscar een cola en voor mij een cola. Ja, maar jij drinkt nog nooit cola, Jack. Nee, maar vandaag wel. Zo. Nou wil ik eerst eens weten hoe jij hier verzeild bent geraakt. Zo'n knulletje als jij. Wat heb je gedaan? Niks. Ik ben een onschuldig slachtoffer van de groene kloof tussen arm en rijk. Ja, en je bank beroofd? Nee. Ik heb brood gestolen voor mijn moeder. Je had niks te eten. Kijk, je had een bijstandsuitkering. En wat wil je met 3 kinderen? Dan kun je natuurlijk niks. Kun je niet eens een video huren. Ah, wat zielig. Dus ik moest elke dag de stad in om mee te stellen. Ja, maar daarvoor ga je de gevangenis niet in. Nee, kijk.
Te veel stellen is natuurlijk weer te gevaarlijk. Dus deed één keer per week. Maar dan moet je weer een vriezer hebben. Anders wordt je brood oud. Maar wat heb je in godsnaam aan een vriezer als je weer geen magnetron hebt, toch? Niks. Kun je weggooien. Alles moet een stokje gepakt op de lijnbaan. Toen ik een inbouwkeuken stond in te laden. Nou, ik geloof er geen woord van, Jack. Ja, het hoeft ook niet, want het is allemaal geloven. Het is een leuk verhaal. Nou, ter zake. Jij zou maar leren hoe dat balletje gaat. Oh ja. Oké, maar je krijgt je sigaretten terug. Ik hoef niks van je te hebben. Ik wil alleen een keer met je meelopen. Een soort stage dus. Ja. Dat denk ik veel kan leren. Ik bedoel, je bent een echte professional. Ja, dat vind ik een prima idee, zeg. Dat doen we. Okay. Ja, ik krijg les van jou, jij krijgt les van mij, hè? En als we slagen, dan geven we samen een eindexamenfeestje. Ja. Eerst maar. Balletje? Balletje. Drie bekers? Drie bekers. Balletje doe je bijvoorbeeld in het midden. Ja, bijvoorbeeld. Ja? Dan schuif ze door elkaar. Ja? Door elkaar. Dan hebben we alleen nog iemand nodig die wat inzet. Krukas inzetten. Ja, maar ik heb toch niks? Je hebt sigaretten. Ja, maar ik heb net de laatste opgerookt. Zet je aansteker in. Ja, maar die heb ik van jou, Jack. Daarom juist. Haza, 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 haja, haja, hier. Deze? Ja, dacht ik ook. Geen lekker soepel, hè? Vond je dacht niet, Krukas? Ja, Jack, maar mag ik nog wel mijn aansteker terug? Nee, gewonnen is gewonnen. Ja, maar je hebt er toch alleen, Jack? Dan heb ik er nou twee. Ja, goed. Nou, wil iemand een kopje thee? Ja, lekker. Zet jij even water op? Ja, moet ik wel mijn aansteker terug, want anders dan krijg ik het bandetje niet aan. Mooi zo, hè? Zet daar, meneer. Zit erin? Pindakaas. Gadverdamme. De meeste gevangenen willen graag pindakaas bij het ontbijt. Ja, de hele ezel zinkt er nou. Ik doe altijd gewoon een hagelslag om mijn brood, smaakt ook met pindakaas. Een sleetje pindakaas gaat er bij mij wel in. Hé, hey, je moet je kop dicht houden. We proberen iets naar binnen te smokkelen. Hoe dan? Ze zitten hierin. Nou, ik ga niet met mijn handen in die potten graaien, hoor. Nee, ze zitten aan de zijkant. Waar kom je dan? Nee! We wachten op de beuker. Die organiseert een afleidingsmanoeuvre. Waarom val jij deze aan? Laat los, positie! Laat los, positie! Ja, zo kan ik het ook. Jij moet ze naar de loop brengen. Maar wie? Willy de Loop. Die gaat er een paar nieuwe naampjes aan zetten. Dan kan Jack ze weer verkopen. En het moet morgen af zijn. Waarom moet ik dat doen? Jij wou toch zo graag stage lopen? Hé, hey, zijn jullie nog hier? Jullie weten dat jullie niet mogen rondhangen in de keuken. Vooruit, opschieten. Nou, dat maakt nu ook niet meer uit. We zijn hier al zo lang. We hebben gewoon alles in onze zakken kunnen stoppen. Ah, dat is waar ook, hè? Nou, dan moet ik jullie zeggen, fouilleren. Kom op, Krukas. Vindt u het lekker? Nou, gelukkig, hè? Je hebt mij niet teleurgesteld. Nou, vooruit, kom mee. Hé, waar heb je die paspoort dan al? Ja, het is toch? Nee, je had ze in je zak gestopt. Nee, ik dacht dat jij ze had. Nee. Hé. Ze zitten achter je oor. Oh, lekker, kijk. Oh, nou, als je even meegaat naar mijn kamer, dan krijg je ook een stukje. Nee, want dat heb ik al te veel meegemaakt in kinderthuis. Nee, zo bedoel ik niet. Ik wou eens even met je praten, hè. Jij moet weten met welke mensen je omgaat. Ja, daarom juist. Daarom ga ik niet mee naar hun kamer. Nee! Ik bedoel, de Beuker, Krukas en de Noorman, dat zijn geen fijne mensen. Als die jou eenmaal in hun klauwen hebben, dan laten ze je nooit meer los. Nou, bedankt. Ik zal uitkijken. Goed zo. Ik zou niet willen dat jij wordt verpest, hè. Je bent nog zo jong. Ja, eigenlijk ben ik nog maar een kind. Ja. Mijn plakje kind! Eens even wat laat. Oh, ben jij hier? Krukas zei dat jij een enthousiaste leerling bent. Mm-hmm. Wil je zien wat de Loop heeft gemaakt? Mm-hmm.
Hier. Nou, wat zeg je ervan? Vakwerk. Ja, goed, hè? Zijn zo goed als nieuw. Ik begrijp niet dat de regering niet naar jou is gekomen voor het nieuwe paspoort. Zijn ze geweest, maar ze wouden niet zwart betalen. Goed. Wat is het belangrijkste wat jij hebt geleerd vandaag? Dus als ik vrijkom, stop ik meteen met de autorijbewijs. Ik koop gewoon het rijbewijs bij jou. Ja, dat is ook. Goeie. Hé, dit zijn er maar 11. Oscar, geef dat paspoort terug. Ik heb geen pas. Vertrouw hem maar niet, Jack, want hij kan goochelen. Je mag hem fouilleren, hoor. Ja, dat helpt niet. Want hij heeft een geheime bergplaat achter zijn oor. Ik zweer het, Jack, ik heb geen pas. Jij zweert mij iets te makkelijk. Ja, het is een etter. Uitschudden. Blijf op met je hand. Hey. Mijn brief. Die hou ik toch nog liever even hier. Maar ik zie geen paspoort! Zei toch, ik heb geen paspoort. Nee, want je zakken zaten al vol. Ja. Kan het goed maken. Jij gaat met de beuker naar Willy de Loep en je haalt dat paspoort terug. Feit! Ja. Okay. Ja. Oscar? Doe je nog even een gulden in de snoeppot voor die toverballen? Dag vriend, kom je boek halen. Ik heb iets speciaals voor je. Is met seks? Nee, is met grote letters. Is deze leuk? Nou, het eind valt een beetje tegen. Tot hier? Doe je nou te krijgen ruzie met wat bruggenkaarten. Waar zijn jullie mee bezig? De vraag is, waar jij mee bezig bent. Je kreeg 12 paspoorten van de Norman en hij kreeg er maar 11 terug. Ga je op vakantie? Hé, vriend, ik weet nergens van. Ik ben jouw vriend. Hé, hou je mond, jij kijkt. Hé, eigen pas! Ik heb hem niet. Zit hij hier tussen? Nee, nou, doe ik het alfabet. Het is een communicatiesysteem niet meer. Ja, zo wel zeg je. Zeg de beuken. Ja. Ik kijk, maar er gebeurt dus niks. Wat bedoel je dan? Dit soort dingen, dat vraagt dus om persoonlijke aanpak. Huh? Denk maar aan Henny Huisman. Henny Huisman. Hè? Dat liedje. Reach out and... Aanslag! Wat zeg je? Aanslag voor Harry Mulisch. Wie is dat, de beuken? Wie is dat? Noordvergoed, Noordvergoed. De Dennenkamp. De aanslag voor Harry Mulisch. Boek, zit hier in. Ja, ik heb hem. Hé, laat me los. Je moet niet overdrijven. Hij vindt het lekker, hè, Billy? Laat me los. Laat je alleen los als je het nooit meer doet. De volgende keer neem ik een keu mee. Dan gaan we gezellig biljarten. Zal het nooit meer doen. Ach, zitten! Dank je, vriend. Ik zei, ik ben je vriend niet! Hé, wat doe je nou, joh? Niks. Mag ik even naar de wc? Jij blijft hier. Wat is dat nou voor onzin? Zitten jij? Oké, dan hou ik het wel op. Maar als ik nodig moet, ga jij lekker dwalen. Nee, daar hebben wij krukas voor. Ja, jullie zijn hier ook wel één grote gelukkige familie, hè? Koop je ook een stropdas voor vader, voor Jack? Nee, die wil altijd af de chef. Zo, Oscar. Ik heb even gepraat met Willy de Loep. Dat ziet er niet zo best uit. Hij ligt in het hospitaal met een flinke jaap. Heeft hij tenminste gezelschap, hè? Niet leuk, Oscar, niet leuk! Jij bent te ver gegaan. Je moet mensen af en toe op hun plaats zetten, maar daar moet je niet van gaan houden. Geweld is een middel, geen doel op zich. Maar sorry, ik vond het gewoon een kriep. Ja, daar heb jij geen moeite mee te maken. Je moet je poten thuis houden. Die man zijn instrumenten zijn helemaal verbogen. Hoe moet die dan werken? Ik koop je gewoon een nieuwe loop. Jij gaat mij vertellen wat ik moet doen, hè? Daar heb jij over nagedacht. Ja, hè? Als ik het advies wil hebben van de eerste, de beste lul, dan vraag ik het wel aan Krukas. Jij bent te ver gegaan. Ik zeg toch oké? Ja? Dan kan je toch wel een keer je kop houden? Ik heb mijn excuus toch aan. Ja? Hoe die vaas?
die vaas, die is kids, net als de rest hier. Ik heb nog nooit zoveel kids bij elkaar gezien. Is hele dure kids. Ik dacht dat ik hier zat om wat te leren, ja? Dan hoef je niet zo te zeiken als ik een keer wat fout doe, want zelf doe je ook wel eens een keer wat fout. Maar dan zegt niemand wat, want dan lach je even, en houdt iedereen beleefd zijn mond, ja? Maar als een ander dan wat fout doet, nou, dan is meneer hartstikke kwaad. Ja, dan duikt hij erop en dan blijft hij zo lang zitten dat je geen lucht meer krijgt. Omdat je zogenaamd iemand bent in je ochtendjas. Maar ik ben ook iemand. Ja, hier wel, ja. Ja, omdat je iedereen wegjaagt die wat slimmer is als jij. Ja. Nou, zo wil ik dus niet worden. Bekijk het maar. Hey, je vergeet mijn vaas. Oh ja? Sorry. Oh. Het was toch kitsch. Ah, meneer de Burgerkater. Kunnen we even naar uw kamer? Dat lijkt me niet zo'n goed idee, hè? Jouw handjes zitten iets te los. Ik wil alleen maar praten. Je weet heel goed wat ik bedoel. Ik heb van jou nog een plakje cake te goed. Ik heb iets veel beters. Ja? U heeft namelijk gelijk gekregen over de Norman. Hij wou me betrekken bij een van zijn vieze zaakjes, maar ik doe er niet aan mee. Wat voor zaakjes? Nou, morgen gaat Krukas op bezoekuur iets uitwisselen. Ja? Dus als jullie goed opletten, dan kan ik hem zo pakken. Ik zie u morgen. Ja. Michels. Stil ten Bruggekaat, ik ben Pit. Ja, maar het is heel belangrijk. Dit is ook heel belangrijk. Er hoeft maar zo'n kiertje in die ruiten zitten. En bij de eerstvolgende vlucht waait de hele bovenkant eraf. Maar het gaat om een ernstige schending van het gevangenisreglement. Morgen, tijdens een bezoekuur. Jack de Norman, die wil iets naar buiten smokkelen. Hoe weet je dat? Oscar heeft me dat verteld. En die geloof jij? Nou, hij keek heel oprecht in zijn ogen. Ten Bruggekaat, waar heb jij de laatste 40 jaar gezeten? De jeugd van tegenwoordig is absoluut niet te vertrouwen. Die kijken je volledig oprecht aan, terwijl ze onder de tafel hun hamster zitten te burgen. Ja, blijven toch kinderen? Onzin, er zijn geen kinderen meer. Je hebt baby's, peuters en dan zijn ze in één klap volwassen. Dat is nou eenmaal de maatschappij waarin we leven. Alles moet snel, snel, snel. Je moet snel volwassen zijn en dan moet je snel veel geld verdienen. En als dat niet snel genoeg gaat, dan jat je het even snel. Want dan kun je het snel omzetten in snel gefrituurd voedsel wat je even snel uit de muur rukt. Oh, een koketje gaat er bij op zijn tijd, beste. Daar gaat het niet om, ten Bruggekaten. De jeugd van tegenwoordig weet niet wat het is om ergens volledig in te duiken. Ergens lang, lekker lang mee bezig te zijn. De dingen waar je het langst mee bezig bent, geven toch de meeste voldoening? Hm? Ja, ik heb 8 jaar ULO. En ik kijk er nog altijd met plezier op terug. Ze weten niet meer wat het is om te genieten van het doen. Wat bedoelt u? Ze genieten niet van het doen. Wacht, ik zal het je laten zien. Ja. Kijk. Ja. Dit dingetje. Hè? Wat is het? Moet je opletten. Wat is het? Gaat hierin. Ja, dit dingetje. Dat ding. Blijf nou zitten, ding. Ja. Dat rot ding blijft niet. Wacht nou even, blijft niet helemaal zitten. Ja. Dat ding. De stuurknuppel. Oh. Nou zit hij vast aan mijn vinger, wacht even. Ja, voorzichtig. U bent veel te scheutig met de lijm. Ja, klets niet, man. Doe even wat. Oh, ik zal het vluchtleidingscentrum even halen. Bruggekaat, hè? Ja, daar gaat hij. Blijf nou zitten, pokkerding. Voorzichtig dan, rustig. Nee, het gaat erin. Ja, maar het is maar zo'n klein stukje plastic. Dat ziet toch niemand? Dat is nou precies het soort nalatigheid wat in de luchtvaart fataal kan zijn. Ja, maar het is maar een modelvliegtuigje. Ja. Ten Bruggekaat, je hebt gelijk. Ja. Waar wint ik me over op? Waar hadden we het over? Nou, u zou me eens laten zien over het genot van het doen. Juist, precies. Ja. Nou moet jij eens kijken hoe ik geniet als ik dit pokkerding door midden breek. Nee! Meekomen. Alles is weer goed. Wij zijn weer vrienden. Kom hier. Kijkt er niemand? Hier. Dat is voor jou omdat wij vrienden zijn. Dankjewel, Jack. Ja. Maar geloof mij één ding. Het is mijn duurste pen. Je gebruikt hem niet om je oren mee schoon te maken. Nee. Hey, bedankt. Ga zitten, let op. Hey, goede muziek. Wat? Als horen. Zwingt goed, hè? Ik hoor helemaal niks.
Nee, hè, er zit ook niks in. Blijf zitten, verroer je niet. Waarom wil jij dat mee naar huis nemen? Wat zit hierin? Een leuk bandje. O ja, Krukas, dat zullen we dan eens even zien. Hé, dat is Eros Ramazzotti. Ramazzotti, de achterkant zit los. En de, Krukas, je hebt geluk, er zit niets in. Ja, maar u hebt wel mijn hele balk mijn gemold. Oh, dat is heel makkelijk te repareren, en anders vraag je een nieuwe aan bij de directrice. Doorpraten, er is niets aan de hand. Oh. Ik ben bestolen! Wat is dat? Mijn bed is gejat! Huh? Niemand de deur uit, houd de dief! Ik weet ook wie het gedaan heeft. Huh? Die kleine rat, die balletje goochelaar, die heeft hem gejat. Ik eis dat hij nu wordt gefouilleerd! Kom jij eens even mee, Oscar. Ik weet niet wat voor spelletjes jij speelt, maar dat is nu afgelopen. Handjes tegen de muur. Maar... Handjes tegen de muur, ik wil ze zien. Ah. Ah, het was ook een doos, hebben we erin gelast. Oh ja, kom dan maar mee. Dan zullen we je meteen ontsmetten. Doorlopen. Gewoon doorpraten, er is niets aan de hand. Zullen we toch een andere manier moeten bedenken om die passen naar buiten te krijgen? Maar wel lekker dat we die etter hebben kunnen ontmaskeren, hè? Ja, ik ben heel blij dat hij is overgeplaatst. Oh. Nou. Alleen, nou weet ik nog steeds niet hoe dat balletje werkt. Oh, wat jij, ik kan het ook. En toen lieg niet. Nee, echt waar, dan zal ik het laten zien. Mag ik jouw ring even? Je hebt zelf een ring. Ja. Zo. Peer, hou jij van balletje? Kom allemaal maar heen. Kom maar. Kijk, Peer, als jij weet waar de ring ligt, dan mag je hem hebben. Nou. Zo. Nou, waar ligt hij? Iet wiet waait is eerlijk weg. Iet wiet waait is eerlijk weg. Deze. Ja.